De Surinaamse Bankiersvereniging staat volledig achter de benoeming van Maurice Roemer als governor van de Centrale Bank van Suriname. Roemer wordt morgen beëdigd door president Desi Bouterse. De voorzitter van de Surinaamse Bankiersvereniging, Evelyn Franchi, vindt dat Roemer vertrouwen uitstraalt en in staat is de financiële rust in Suriname terug te brengen. We zijn content met de benoeming van meneer Roemer, omdat wij degene zijn die samen met de ASFA en de VSB hem voorgedragen hebben aan de president. En het feit dat de president de voordracht geaccepteerd heeft, zijn we zeer content om, ja. En wat verwacht de bankiersvereniging van meneer Roemer dan? Nou, in ieder geval, er is zoals in meerdere interviews van ons is aangegeven, is het vertrouwen weggeëpt. Wat wij willen is een constructieve samenwerking om ervoor te zorgen dat hetgeen dat niet gerealiseerd is, in het bijzonder het stuk op het gebied van de kasreserve, wordt hersteld. De andere uitdagingen die er zijn, zoals de NRA, International Correspondent Banking, het betalingsverkeer in Suriname, dat we die gezamenlijk oppakken. En dat we op een constructieve manier verder werken aan in ieder geval het behoud van het financieel systeem en het verder opbouwen ervan. Franchi is ervan bewust dat de rust niet van de ene op de andere dag zal terugkeren. Een goede stap in die richting is alvast deze benoeming, benadrukt hij. Daarnaast moet volgens de SBV-voorzitter een pakket aan maatregelen op zowel macro- als micro-economisch niveau worden genomen. Kijk, in ieder geval, zeg maar, 20%, men zegt altijd, hè, de economie draait om vertrouwen. Als er iemand daar zit die kundig is, die integer is, die een bewezen track record heeft, kan die in ieder geval het vertrouwen van de banken en de overige financiële instellingen hebben om constructief samen te werken. Dat is een goed begin. Aan de andere kant moeten de juiste maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat het monetair bezig keert en dat we dus de waarde van de munt gaan versterken. Als we in staat zijn dat te doen, samen, zal het vertrouwen terugkeren. Evelyn Franchi, voorzitter van de Surinaamse Bankiersvereniging, in gesprek met onze nieuwsdienst. De Bankiersvereniging is blij met de benoeming van Maurice Roemer als governor bij de Centrale Bank van Suriname en verwacht daarmee de financiële rust in Suriname terugkeert.